Pole positie voor race 1 in Franco-Champagne, gereden door Koen Wouters met de Kia in 2.27.057. Net boven de normtijd van 2.27 rond. Wie eronder gaat verliest 20 plaatsen op de grid. Naast de Kia de Mégane van Bouvy Kelders. Dan hebben we de Audi van de Krems Schrooien, de Jaguar van Smits, Klein en Styri. En op de derde rij de BMW van Ruben Maas en Stefan Bellingen. Dit is de Kia van Philippe Stefanie en Ian Dockerill. Dockerill die de eerste stint gaat afwerken op de 7. Start vanuit stilstand. Beetje wielspin voor Koen Wouters daar op zijn polepositie. En dan pakt hij toch de leiding bij de beklimming van de Redion voor Bouvy en Schrooien. Veel volk op de grid. Aan boord hier bij Jérôme Thierry in de Jaguar. Ligt in vierde positie na de start. Combe. Wouters komt eraan gestoven. Wat heeft die een schitterend seizoen achter de rug. En het is nog niet afgelopen voor Koen. Hij leidt in Combe voor de Audi van Schrooien. De Renault van Bouvy en dan Dockerill in de tweede Kia. De BTCS blijft trouwens ongewijzigd in 2010. Ze gaan daar wel afstappen van het Pro-Am systeem. En ook de Dunlop Endurance Cup blijft bestaan, maar wordt omgedoopt in de Belcar Endurance met de FIA GT3 uit de huidige Belgian GT. En voorts de klasse die we nu kennen uit de Dunlop Endurance Cup. Dus ook de tourwagens zijn er welkom. Intussen een kleine voorsprong voor Wouters, Opschrooien, Bouvy, Dockerill en Thierry in de Jaguar. Einde van de eerste ronde, de 17 aan de leiding. Koen Wouters voert het veld aan. Met de Kia die gerund wordt door het Britse Chat Racing. De Kia, de Audi, de Renault. Dan nog een Kia. En Stefan Bellingen gaat voorbij Jérôme Thierry naar de vijfde plaats. BMW voorbij de Jaguar. Allemaal silhouetten uit de S1-klasse. En dan de opgave van de Audi. Het is afgelopen voor Julien Schrooien en Nicolas de Crème. De turbo is opgeblazen. Zo gaat Bouvy door naar de tweede plaats met de Renault. Achter leider Wouters. Naar de pits weer voor de wissel bij Jaguar. Jaguar gerund door Motorsport International. De pitstop bij KS Motorsport. Stefan Bellingen eruit voor Ruben Maas. Maar Maas zal weer een Haas worden. Ook pitten bij Kia bij Chat Racing. Koen Wouters is binnen. Laat het stuur aan Raf van Toor, maar het wordt een wat lange pitstop en daardoor zijn ze er aan voor de zegen. En dan hebben we slechte pitstop gemaakt. Misschien 10, 15 seconden verloren. Dat was mijn fout. In de T3-klasse, winst opnieuw voor de BMW van Erik Kwik en Frederik Jonkheren. Ze worden zevende algemeen met de ex-WTCC-BMW. Een achtste plaats algemeen voor de Jaguar, vijfde in de S1-klasse. De topklasse van de silhouettes is dat, die S1. De BMW van Bert Redant en Werner Molens, startnummer 21, wordt vierde. We klimmen op het podium met een derde plaats voor de Kia van Ian Dockerill en Philippe Stefanie, startnummer 7. In de finale is Raf van Toor niet opgewassen tegen de BMW van KS met Ruben Maas aan het stuur. Wordt een tweede plaats voor Raf van Toor en Koen Wouters. En een overwinning voor de supersnelle Maas, Ruben Maas en Stefan Bellingen. Door de busstopchicane. En dan afgevlacht als winnaar van race 1 in Franco-Champagne. Met een voorsprong van zowat 9 seconden op Raf van Toor in tweede positie met de Kia. Het was een super stint, ik heb alles gegeven. De wagen was niet zo super qua weglegging. Misschien was de piste ook niet super. Maar ik heb alles gegeven wat ik kon en het loont tot een eerste plaats. Podium van race 1 in de BTCS Franco-Champagne ingenomen door BMW en Kia.
Het podium met KS Motorsport en Chat Racing. Race 2 voor de BTCS en opnieuw een pole positie voor Koen Wouters. Maar hij is tijdens de kwalificaties onder de normtijd van 2.27 gedoken en moet 20 plaatsen achteruit op de grid. Zo stond de Renault van Christian Kelders op de pole, geflankeerd door de Audi van de Krem. Maar Kelders is zijn leiderspositie bij de start kwijt. Veel te veel wielspin en er voorbij gespurt door de Krem, door Maas en door Stephanie. Hier aan boord bij Ruben Maas. Spurt naar de tweede plek. Tweede positie achter leider Nicolas de Krem in de Audi. De eerste doortocht aan Combe. De Krem voor Maas. Stephanie Kelders teruggezakt naar de vierde plaats. En dan de BMW van Redant en Monens. En intussen is Raf van Toor in de achtergrond aan een inhaalrace bezig. Verderop brokken voor Pieter Verpoort in zijn BMW. Hij is meteen out. Startnummer 33 verdwijnt uit de race. In de spits de Krem, Maas, Stephanie en Kelders. En Raf van Toor wordt in de Kia dan al gesignaleerd rond de 15e positie. Dus gestart op P21. Nadat Koen tijdens de kwalificaties onder de normtijd is gedoken. Dat is altijd een beetje een loterij. Koen heeft dit seizoen bijvoorbeeld in de BTCS één keer een 2.27.001 gereden. 1.000ste boven de normtijd, alsjeblieft. En Ruben Maas stoot door naar de leiding. Hij aast op de dubbelzege samen met de hele ploeg van KS Motorsport. Maas op kop voor de Krem. En dan Stephanie. Strijd voor de vierde plaats tussen de Delahaye Renault en de tweede BMW van KS Motorsport. En dan weer pech voor de Audi van Nicolas de Krem en Julien Schrooien. Weer een opgave. De pitstop bij KS Motorsport. Ruben Maas heeft de BMW met startnummer 3 als leider naar de pits geloodst. Klus moet nu afgemaakt worden door Stefan Bellingen. Ook pitten bij Kia. Raf van Toor is eruit gestapt. En Koen Wouters neemt over. Vonken en vuur op de Clio van DVB Racing. De Clio van Stevens en De Hoen. Het is afgelopen op de Redion daar. Kwik en Jonkheren winnen weer in de T3-klasse. Zijn zevende algemeen. 7 zegens op 11 koersen. De titel wenkt voor Kwik en Jonkheren. De zesde plaats voor de Jaguar. Dan de BMW van KS Motorsport voor Redant en Molens. Die eindigt op de vijfde plaats. Een vierde stack voor de Kia van Dockerill en Stephanie. Startnummer 7 op 4. In de finale is er nog een neutralisatie na een crash van de Seat van Cassera Memmola. Dat betekent dat alles weer samenkomt en dan wordt het nog spannend. De neutralisatie die in de kaart speelt van Koen Wouters. Zo wordt hij nog derde met de Kia. Gaat in de slotronde nog voorbij de teamgenoten. Met startnummer 7, dus naar de derde plaats. In de finale komt Frederik Bouvy nog in de buurt van Steve van Bellingen. Maar Steve is blijkbaar aan het controleren. Houdt de Renault goed in de gaten. Tweede plek voor de Delahaye Renault. En opnieuw een overwinning in Franco-Champagne voor Steve van Bellingen en Ruben Maas. Perfecte score voor het KS-duo. Heel goed voor het kampioenschap. Dus het zal zeer zwaar worden in zolder. Maar met onze Ruben
gaan we nog kunnen doen. Hè. We hebben constant op de limiet gereden, Steve en mij. En echt, ja, resulteerde toch tot een eerste plaats terug. Dat is super. Tweemaal eerste plaats in een weekend. Wat kan een mens nog meer doen? Het was moeilijk eigenlijk, 21ste gestart. Dus ik had eigenlijk niet echt op het podium gerekend, moet ik zeggen. Het ging ook niet zo vlot vooraf. Een paar problemen met de auto. Bij mij waren die opgelost. En we hebben geluk gehad met de safety car op het einde. Zaten we plots heel dicht tegen die vierde plaats aan. Hebben we onze collega's, Kia-collega's, nog kunnen pakken. Dus vandaar het podium. Meer zat er zeker niet. Een BMW, een Renault en een Kia, dat is het podium voor Race 2 in de BTCS Franco-Champagne. In het kampioenschap naderen Maas en Van Bellingen tot op 3 punten van Bouvy en Kelders. De beslissende races hebben plaats in het weekend van 25 oktober op circuit Zolder. Voilà,